Goedemorgen, Free. Goedemorgen. We hebben net 40 minuten in de auto gezeten. We zijn eindelijk aangekomen op set. Het is hier super mooi. Goedemorgen, iedereen. Hier hebben we wat attributen. Hallo, goedemorgen. Hey. Hi. Oh, die is zo schattig. Hallo. Oh, wow, die zijn echt groot. Ik ga nu rustig laten ontbijten. Oké, like me hier. Ik heb net de stunt van mijn leven gedaan. Ik vond me echt een stuntvrouw. Oh, mijn hart ging echt even tekeer, maar het is allemaal goed verlopen. Hey, stijl, dat is denk ik ook. Ik heb stijl. Pommelien, ik heb een verrassing voor jou. Ja. Jouw allereerste auditietape. Wat? Ja, die heb ik. Ben je benieuwd? Ja. Oké, dan gaan we die nu samen kijken. Kom aan! 3, 2, 1. Oh my god. Dat weet ik toch als Camille. Ja. Wij willen hier zitten. Okay, ook grappig om mij terug te zien als Camille. Dus ik heb ook, dat weet je eigenlijk niet, ik heb eerst auditie gedaan voor de rol van Camille. Yep. Dan heeft Camille die rol gekregen, zoals jullie dan zien. Is nog eens teruggekomen. En ben ik nog eens teruggekomen voor Caro. Ja. En dan, ik was wel een betere Caro dan Camille. Ja, maar oef, ik ben Caro, oef. God, ik heb u graag gekend. Mij is echt zo mooi. Ik krijg het eraan. Dat is zo mooi. Allee. Ik heb altijd een standaard routine als ik moet draaien en ik bijvoorbeeld een moeilijke scène heb. Als ik een stukje tekst moet zeggen wat wel redelijk belangrijk is, waar ik me op moet voorbereiden, dan bereid ik me altijd zo voor. Kijk maar. Voilà, c'est. Dan kom ik naar het toilet. En dan zet ik mij voor de spiegel en dan probeer ik mijn scène te doen. Dus dan speel ik, kijk in de spiegel en dan probeer ik mijn blikje eigenlijk te oefenen. Niet dat ik een geweldige blik heb of zo, maar dan kan ik al meteen zien hoe mijn gezicht zo realistisch is of dat niet realistisch is. En was je gezellig met Scott daarnet? Ik wil eigenlijk vragen, geen zin om eens af te spreken? Dus Kenny, beste vriend, ik ga blijven opnemen. Elke keer als ik op het toilet kom en mijn scène wil voorbereiden, dan is er één bepaald iemand op het toilet. En dat is... Dario! Dit is ongelooflijk. De hoeveelste keer is dit? Dit is zo grappig, echt waar. Dat is al de vierde keer dat hij gewoon stil is en zwijgt terwijl ik mijn scène aan het voorbereiden ben. Dat is echt geweldig. Ik zou graag nog eens ons Hugootje interviewen. Hey. Hey. Hallo. Zeg, ik heb eigenlijk een vraag voor u. Allee, verstaan we het. Wat heb je eigenlijk gemeen met uw personage? Ik denk dat Wallace ook zo'n rechtvaardige is. Streng, maar rechtvaardig. Het is een heel plezant personage om te spelen. Dat ik zo een soort autoriteit heb over jullie, over mijn leerlingen. Dat is nu het grote verschil in het dagelijks leven. Ik ben zo geen autoritaire mens. Zo van, en je moet naar mij luisteren, iedereen moet naar mij zien. Nee, dat ook niet. Dat is het enige verschil dat ik dan niet zo streng ben in het dagelijks leven. Ja, nee, dat is wel waar. Je bent de allerliefste persoon dat ik ken. Ah, ja, ja, maar ik heb dan ook allerliefste leerlingen. Hè. Oh. Merci, Hugo. Alsjeblieft. Zeg, Danny, ik vraag me af. Wat vond je eigenlijk van onze date als Caro en Scott? Ik vond het wel een beetje romantisch. Gewoon spijtig dat het niet zo mooi afliep. Maar ik vroeg me af of er nog mensen waren hier op set die ook al een slechte date hebben gehad. Of ik slechte dates heb gehad? Mm-hmm. Ik vind een date al slecht als ik geen klik heb. Want dan dacht ik dat ik eerst wel een klik met iemand had. Ja. Dan met iemand klets en dan in het echt is het in één keer best wel niet zo leuk. Ik ben hier aan het date.
als ik haar naam vergeet. En ik noemde haar bij een totaal andere naam. Dus haar naam was Ella of zo. En ik zei zoiets compleet random. Ik zo, Clara. Ik sprak af met een jongen. Ik had die dus gezien de avond ervoor. En ik zei zo, we gaan afspreken, lekker leuk. Bla, bla. En hij komt zo aan. Maar als een jongen afkomt naar mij met witte sokken in sandalen, open sandalen, dat is echt al genoeg voor mij. Ik wou dus beleefd zijn, dus ik ga iets drinken met hem. Maar opeens doe ik alsof ik een belletje krijg van mijn mama. En ik neem zo, ik zeg zo, mama, hallo. Ik ben gewoon zo, sorry, ik moet weg, dag. En dat was het. Ik ben er goed van afgekomen. Arme jongen. Mooi verhaal, Camille, dank u wel. Ben ik in beeld? Het staat precies niet goed. Oh, oei. Oké. Hoppa. Oh, perfect. Hey iedereen. Ja, wij zijn gedaan met draaien vandaag. Ik heb net mijn make-up afgedaan. Oh, auw. Meteen mijn bril geslagen. Ik heb net mijn make-up afgedaan, mijn lenzen uitgedaan, want mijn ogen zijn heel droog op dit moment. Maar ik ga gewoon een nachtje slapen en heel vroeg gaan slapen en dan komt dat allemaal goed. Dus ik ga nu nog een douche pakken en ik kijk er keihard naar uit om morgen terug te draaien. Peace. Ciao. Oh, oei.